Omschrijf jezelf eens in één zin. Ja, ik mag graag over dingen nadenken en een mening over vormen en ook een mening uitspreken. Waarom kies je ervoor om de politiek in te willen? Eigenlijk in het verlengde daarvan. Jaren ben ik al actief, alles volgend. Kijken wat er reilt en zeilt in het land, maar zeker ook in de stad en in om me heen. En daar zou ik wel eens meer invloed op willen hebben. Dat, dat je ook echt invloed kan hebben op bepaalde besluiten die genomen moeten worden. Waarom kies je dan specifiek voor deze partij? Ja, de doelstellingen spreken me aan, liberaal. In beginsel ben ik voor maximale vrije keuze van de mensen die je moet kunnen hebben. Daarbij geen andere mensen in de weg zitten, maar wel je eigen verantwoordelijkheden nemen. Wie is jouw voorbeeld in de politiek? Poeh, dat is wel een lastige. Of nee, hij is ook niet lastig, maar... Ik denk dat onze premier het op het moment best goed doet. Ik denk dat Mark Rutte het is. Denk je in de gemeenteraad terecht te komen? Ik heb daar eigenlijk geen gedachte bij. Er is natuurlijk een kans, die staat op de lijst, maar het is aan de kiezer om de 19 maart te bepalen. En dan zie ik de 20e wel of dat gelukt is of niet. Hoeveel zetels gaat jouw partij halen? Dat is ook eigenlijk weer een verlengde daarvan. Eigenlijk, ik ga niet speculeren of gokken op aantallen. Het is aan de burger en de kiezer om daar een keuze in te maken. En dan gaan we de 20 maart weten hoe het ervoor staat. Met welk onderwerp wil jij je graag gaan bezighouden? Zorg en welzijn lijkt me een heel mooi iets. Zeker met wat er allemaal aan staat te komen, maar sport en recreatie is ook een goed iets. Daarbij moeten we de financiële zaken goed op orde krijgen. Dus ook financieel zullen we ons bijdrage gaan leveren. Waar kunnen we jou over 4 jaar op afrekenen? In ieder geval open en benaderbaar naar de kiezer toe. Dus over 4 jaar kan de kiezer gerust zeggen van de politiek is een stuk dichter bij de mensen gekomen.